Dit is Danny. En dit is zijn vriendin Kelly. Danny wil dolgraag een weekend weg met zijn vrienden. Het probleem is alleen, hoe vraagt hij hiervoor toestemming aan zijn vriendin? Het laatste weekend leek wel heel erg veel op de film The Hangover. Equipo Voetbalreizen heeft 3 tips voor mannen zoals Danny. Maar let op, voer je deze instructies niet op de juiste manier uit, dan kan het fout aflopen. Tip 1. Cadeaus. Overspoel je vriendin een week lang met cadeaus. Aan het einde van de week kan ze haar ideale man toch niks meer weigeren. Passende cadeaus zijn bloemen, parfum en een puppy. Slechte cadeaus zijn GTA 5, een bierpakket en een borstvergroting. Tip 2. Zij weg, jij ook. Schat, wordt het niet weer eens tijd dat je wat leuks gaat doen met je vriendinnen? Stel een high tea voor, een dagje shoppen in Antwerpen en overtref het geheel met een weekend in een wellness center. Let op, wees op tijd met het vermelden dat je ook een weekend weg wil, anders heeft ze jouw takenpakket voor het weekend al klaar liggen. Tip 3. Wees echt de ideale man. Kijk, een weekend weg met je vrienden is leuk, maar een reis met je vriendin levert je heel veel credits op. Neem haar een weekend mee naar Parijs en beklim samen de Eiffeltoren. Maak een wandeling langs de Seine en ga samen naar een wedstrijd van Paris Saint-Germain. Kortom, een win-win situatie voor jou en haar. Mannen van Nederland, succes!